Vandaag gaan we het hebben over de stropdas. Door iedereen gekend, maar steeds minder bemind. Een hele tijd geleden hebben we eigenlijk al moeten vaststellen dat de das een beetje oud aan het geraken is. En dat bijvoorbeeld Tyrek, een heel bekende keten in Engeland, 44 filialen sluit. Je ziet dat ook heel vaak, er wordt minder en minder een das gedragen. Dus leek het labo, want zij zijn eigenlijk met het idee gekomen, een heel goed initiatief om daar kunstenaars, ontwerpers en modeontwerpers rond te laten werken. Hoog tijd dus om de cravat onder de aandacht te brengen, dacht het labo. In samenwerking met Modemuseum Hasselt ontstaat de tentoonstelling Curiosities. Ik denk vooral dat mannen zoiets hebben van we willen niet in een keurslijf gestoken worden of dat dat iets te statisch is. En ik denk dat we nu met deze tentoonstelling, met Curiosities, eigenlijk willen laten zien dat het ook op een speelse manier terug hip kan gemaakt worden. Om de das te redden van de ondergang geven een 100-tal vormgevers en beeldend kunstenaars er hun merkwaardige kijk op. Er zitten heel verrassende resultaten tussen. Mensen die echt heel erg zijn gaan freewheelen rond de das zijn heel veel afgeleide ervan. En doorheen de geschiedenis is dat ook altijd geweest, dat er heel veel varianten op geweest zijn. De das zoals we ze vandaag kennen, dateert ongeveer van de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus als je ziet dat die op 80, 90 manieren kan geknoopt worden, is berekend, dan weet je ook dat er heel wat kanten mee uitgegaan kan worden. Het is een heleboel, eigenlijk een hele race. Het gaat niet alleen om echt dassen of varianten op de das, maar net zo goed om schilderijen of om sieraden, om installaties, om kunstwerken. Dus ze hebben het heel erg ruim geïnterpreteerd. We staan hier bij het werk van de Limburgse Linde Hermans. Zij heeft het stuk, de kraag en knoperij uit een hemd gehaald. En dit is eigenlijk het beeld dat ze gecreëerd heeft. Dat is de bedoeling dat je dit op een t-shirt kan dragen. Zowel open als gesloten, maar dat dit eigenlijk op een simpele maar sterke manier u aankleedt en het werk heet Das Hemd. Ja, er zijn eigenlijk verschillende draagbare exemplaren bij, absoluut. Dat hangt ervan af hoe ver dat je wil gaan en hoe speels dat je het ziet. Ik draag bij gelegenheden wel een das, maar niet dagelijks moet ik zeggen. De ode aan de stropdas loopt nog tot 29 juni van dit jaar. En dan? Bye bye, Thai!